Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van weerplaza.nl. Op de satellietfoto van 10 voor 7 vanochtend zien we dat er al behoorlijk veel bewolking in het zuidwesten van het land zit en nog verder naar het zuidwesten toe boven België en Noordwest-Frankrijk. Daar zitten ook buien die langzaam onze kant op komen en er zit onweer bij en ook veel regen. In het oosten en noordoosten van Nederland, daar is het nu nog droog en schijnt ook de zon zelfs nog behoorlijk en dat gaat ook gevolgen hebben voor de temperatuur later op de dag. Zoals gezegd, er komen dus buien aan. Op het radenbeeld van 20 over 7 vanochtend zien we dat die buien zich nu nog boven het noordwesten van Frankrijk en het westen van België bevinden. Ze trekken langzaam maar gestaag verder naar het noordoosten en zullen zo tussen 8 en 9 uur vanochtend al in Zeeland binnentrekken. En vervolgens verplaatsen ze zich verder noordoostwaarts. En dan zullen de buien geleidelijk aan ook in aantal en activiteit verder gaan toenemen met het verder oplopen van de temperatuur. Want dit zijn de temperaturen zo halverwege de ochtend, zo'n 21 graden in het westen van het land, maar al 24 graden in het oosten. Daar dus nog droog en uiteindelijk wordt het zelfs 25 tot 27 graden in de oostelijke helft van het land voordat de buien binnentrekken. Dat gaat uiteindelijk wel gebeuren. Dat kunnen echt stevige buien zijn, het kan erbij onweren, er kan ook al hagel vallen, veel water misschien in korte tijd en zelfs windstoten tot zo'n 75 km per uur zijn mogelijk. En dat is met name voor de watersport toch iets even om in de gaten te gaan houden, bijvoorbeeld in de, boven de Friese meren, en, en het Markenmeer en IJsselmeer. Voor de rest, als de buien eenmaal gepasseerd zijn, dan gaat het vanuit het zuidwesten uit geleidelijk aan wel weer opklaren, maar dat is dan in de tweede helft van de middag en vroege avond. De wind die draait geleidelijk aan van het zuidoosten naar het zuidwesten en is meest matig kracht 3 tot 4. Dan morgen, dan is het weerbeeld weer gekalmeerd. Komende nacht trekken de buien al weg, dan klaart het redelijk op. En morgen overdag hebben we een flinke zonnige perioden. Het wordt 22 tot plaatselijk 25 graden. En bij een zwakke zuidwestenwind wordt het uiteindelijk dus behoorlijk zonnig. In het noordoosten ontstaat misschien een enkel buitje, maar voor de rest is het overwegend droog. De dagen daarna gaat dat dan wel weer veranderen, want donderdag, vrijdag en zaterdag vallen er geregeld toch weer buien. Met name donderdag kan het behoorlijk grijs zijn met soms flinke, stevige buien. De middagtemperatuur ligt zo rond de 20 graden op donderdag en vrijdag. Maar zaterdag wordt zelfs dat niet meer gehaald. Dan wordt het slechts 18 of 19 graden. En dat is toch wel echt mager voor deze tijd van het jaar. Bovendien staat er dan ook nog een stevige wind uit het westen tot het zuidwesten. En zit er dan een weersverbetering aan te komen? Ja, in de loop van begin volgende week zien we dat de temperatuur weer wat gaat oplopen. Op maandag en dinsdag zou het in het binnenland wel weer eens 25 graden kunnen worden. Heel veel warmer wordt het ook weer niet en de dagen daarna misschien weer een iets dalende tendens, maar de onzekerheid is dan behoorlijk groot. Dus als het meezit, gaan we volgende week gewoon een vrij droge en warme periode tegemoet en dat werd er wel eens tijd. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl.